Hallo mensen van Monniken en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer wat hele leuke muziekjes bekijken, beluisteren. We gaan raden wat het is en misschien weten jullie beter dan ik. Ik ben benieuwd of dat jullie meer liedjes raden dan ik. Laat alvast een like achter op deze video en check mijn nieuwe merch in de webshop. Je hebt het ook in het zwart, ook in een trui, ook in het zwart met rood, in het wit met zwart. In deze maand krijg je nog een gratis muismatje bij. Ik blijf het gewoon zeggen, ja, waarom ook niet hè. Dus alleen deze maand, we gaan eens even kijken waar we naartoe moeten. Want er staat hier van alles in het Frans. En lieve le mini. Ik weet niet wat die staat, jongens. Muziek actuele of zoiets. In ieder geval muziek, actuele muziek. Laten we even luisteren. Wat is dit voor muziek? Dit ken ik niet. Nee. 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 Ik weet niet wat het is. Oh my god. Dit is ook gewoon een Frans liedje. Laat dit het enige Franse liedje zijn in deze map. Anders ga ik nu gewoon meteen direct door naar een andere map. Want ik wil niet de hele tijd van die Franse liedjes hebben natuurlijk. Want dit is natuurlijk Relais Run. Is dit een soort van Halloween map of zo? Wow, oké. Dat geluidje was best wel eng eigenlijk. Oké, deze actuele muziek moet wel Engels zijn, please. Bekend. Ik ken het ook niet. Het is ook een Franse rap. Oh nee. Oh nee. Oh, oh. Oh nee. Nee, is het serieus? Oh, dit is DJ Snake. Oh, dit is Loco Contigo. Dit is geen Frans liedje. Loco Contigo. Ja! Oké, chill. Dus niet alleen maar Franse liedjes, hè? Het zijn wel 15 liedjes. Is wel Frans. Oh my god. Waarom moet het elke keer ook weer Frans zijn, jongens? Ik denk dat dit Blanca is. Weet ik. Hou op met die enge muziek. Hou op met die enge muziek. Oké. Hier kunnen we ook niet doorheen. Ik gok dat we het pad moeten volgen naar daar. Wat is dit? Dit lijkt op een... Op een snake? Nou, laat dat alsjeblieft dan echt het laatste Frans liedje zijn. Want dit is mijn laatste kans wat ik deze game geef. Hierna wil ik gewoon... een ander mapje doen anders. Deze ken ik wel. Ja, deze ken ik. Jullie ook, ik weet het zeker. Yeah. Dit is... Ik denk Mask of... Ja hoor. Ik ken hem wel, ik weet alleen niet meer precies hoe die gaat. Ik ben bang dat dit een Frans liedje is. Smok, autotune. Oh ja, muziek, solid. Ja, dit is gewoon een Frans liedje, maar het is ook gewoon goed. Het is ook gewoon goed! Oké, dat waren de actuele liedjes. Ik zei dat ik na dat liedje, als er nog een Frans zou komen, dat ik dan gewoon door zou gaan naar een ander mappie. Maar we zijn bij het volgende hoofdstuk beland. En dat betekent dat we toch verder gaan. Ik verzin elke keer andere regeltjes. Film, serie of anime? Nou, we gaan eens even kijken. Deze ken ik. Alleen ik weet niet meer waarvan. Waar is dit van? Ik weet het oprecht niet. Misschien als ik het zie. Die 100 camper. Dit is niet van die 100 volgens mij. Want dat ken ik. The Rain ken ik niet. Casa de Papel, The People. Heb ik nooit gezien. Maar ik weet dat het hiervan is. Omdat het wel best wel bekend is volgens mij. Ik heb het nog nooit gezien. Casa de Papel, The People, The Papel. Moet ik die nog zien? Ik denk het wel. Deze ken ik ook! Maar waar is die van? Is dit Pirates of the Caribbean? Is dit echt Pirates? Nee. Dit is toch niet Pirates of the Caribbean? Dit is echt Pirates of the Caribbean? Ik zou denken dat dit een heel ander liedje is. Maar oké. Oké, we gaan even door. Ik gok dat we door dat deurtje heen moeten. Helemaal de achterste. Ja hoor, natuurlijk. Deze ken ik ook. Dit is... Scooby-Doo? Nee, Batman! Nee, Spider-Man! Nee! Ah, ik weet het niet! Ik denk dat dit...
Batman. Batman. What you see? Ja, jongens. Je moet het laatste seizoen van Stranger Things gezien hebben. En dan weet je waar dit van is. Stranger Things natuurlijk. Alleen het liedje staat er dichtbij. Hoe dat het liedje heet. Het is zo'n leuk liedje. Ik heb hem zo vaak geluisterd naar Stranger Things. Zeker kijken. Een dikke, vet aanrader. Echt, echt zeker kijken. Hey ho. Hey ho, hey ho, hey ho. Dit is van een film. Dit is van Sneeuwwitje. En in het Frans is Sneeuwwitje Blanche-Neige et le Sept-Neige. Ik spreek het helemaal verkeerd uit, maar er staat in ieder geval Blanche-Neige. Dat is witte sneeuw, volgens mij. En le zeven kabouters. Ja, dat is het allemaal. Muziek klassiek. Uh-oh, klassieke muziek. Kennen jullie een beetje klassieke muziek? Ik ken niet heel goed. Dit kent iedereen. Ja, dit kennen we allemaal. Dit is... Oh my god. Dit is Beethoven, jongens. Beethoven. Sorry. Mozart. Ik dacht echt Beethoven. Dit is de entree. Ik geloof het niet helemaal. Zie je? Het was gewoon een val. Het was gewoon een Franse val. Trap er niet in, jongens. Franse vallen. Ja, dit kennen we allemaal. Dit is natuurlijk Elise nog iets van Beethoven. Dit is wel echt Beethoven. Ja, kijk eens aan. Ik ken wel een beetje. Deze ken ik ook natuurlijk, maar... Dat is Bach. Volgens mij is het Bach. Mozart. Sorry Mozart! Het is volgens mij de tweede keer dat ik Mozart teleurstel. Lijkt op Efteling muziek. Is dit ook Efteling? Efteling muziek? Ik weet het niet. Is dit ook echt Efteling muziek? Dit is... Ik denk dat dit of wat Chopin is of zo. Ik weet het niet. Ik heb nog geen idee wie Chopin is. Wie is Chopin? Dan is dit... ik weet het niet. Bach? Bach. Oké, geen idee. Zijn we bijna klaar? Met deze gekke muziek. Gekke klassieke muziek. Zijn we er klaar met deze muziek? Dit was ook Bach. Oh, was dit gewoon al de hele map, joh? Nee, je stelt me teleur. Daar hebben we nog een andere muziek. Nog een blind test muziek. Oh, dus hebben we nog heel veel muziekjes. Hotel Musical, Can You Musical en Musical. We willen... Een ander muziekmapje nog om hiermee af te sluiten. Ik weet niet of we nog een van deze willen. Ik vond dit een beetje een teleurstelling, jongens. Maar druk wel even op dat duimpje omhoog. En dit laatste mappie kan je misschien wel kennen. Je kan hier heel veel dingen van kennen. Dit zijn allemaal Fortnite dansjes. Ja. Deze kennen we allemaal. Fortnite dansjes. Alleen welk dansje is dit? Waarom is alles dan ook nog in het Frans? Zelfs de muziekjes. De dansjes. Waarom zijn deze ook gewoon in het Frans? Wat is dit? Maar we kennen al deze liedjes allemaal. Alleen... Oh, dat was heel vals. Alleen, bij dit ding moeten we ook nog raden of het nou... welk liedje het nou in het Frans is. Gelukkig is dit saxofoonliedje, dat weet ik. Dus stond er saxo bij. Dat kon ik dan wel weer raden. En deze... Buffus, flapper, groovy. Ik grok groovy. Nee, ja. Hiermee ga ik echt gewoon dood bij deze map. Dit is helemaal naar. Ik moet de vorige keer uitproberen dat ik geen Frans meer heb. Flapper dan? Het is flapper. Oké, flapper, mijn best. Dit klinkt een beetje als een circusmuziekje. Dus geen boogie down, maar ik denk acrobatiek. Dus ik was zo zelfverzekerd. Ik zei het zo zelfverzekerd gewoon. En ik ging gewoon keihard massaal de fout in. Dan is het slave sowieso, want het kan niet die andere zijn. Ja, inderdaad. Geen boogie down.
default dance, toch? Nee, floss. Yes, smash! Groovy. Ja, kijk, dit is allemaal wel makkelijk. Als het nou de echte titels zijn, dan kan ik het wel. Dit is ook allemaal in het Frans. Dit is ongeduldig. Nee, dat is het niet. Waarom dacht ik dat ook? De vorige keer ging het gokken allemaal nog best wel goed. Bij deze gaat het iets minder goed. Maar ik heb het nu wel goed. Bel Air. Ik heb ook werkelijk waar geen idee hoeveel liedjes hier zijn. Dus kennen we hem. Friends. Dan is het Ami. Dat is Friends. Wat? Een vriend is Amigo. Ami. Dan robot. Nee, het is geen robot. Dan is het deze. Geen idee, jongens. Ik dacht dat ik nog een beetje Frans kende. Kom. Ik ken hem wel. Icon of scenario? Ja, scenario is het dan sowieso, want icon is geen dansje, dat is een skin. Hoe heet deze ook alweer? Hoe heet deze? Het is sowieso niet de krapdans. Dan moet ik gokken. Oh, dan heb ik deze goed. En dan gaan we nu naar de bonusdans door. En de bonus is dit. Ik ken hem wel. Oh, het is geen Fortnite dansje. Yeah. Ja. Dan is dit deze waarschijnlijk. Nee, dan is het de middelste. Dat moet het de middelste wel zijn. Maar ja. Ik heb geen banaan. Nee, oké, de middelste dus deze. Ja, hoppakee. Dit was hem dan hoor. Lekker jongens. Laat een dikke witte like achter. Abonneer voor meer. De volgende keer zal ik leukere muziekmapjes uitzoeken. We hebben echt hele toffe gehad jongens. Dus check de afspeellijst ook uit. Check alles uit. Check de merchandise uit. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.